groot mag zijn. Denk je niet van mij, ben ik je niet van mij. Wat je nu ook doet en hoe jij ook voelt, zie ik jou nog ooit, je weet vast wat ik ook doe. Ik doe zo mijn best en ik geef je de hint. Bijna hoort ze niet. En iedereen is er mee klaar. Volgende nummer, wat we gaan doen, is Moordgiet. Kennen jullie die? Interviewen. Eerste vraag is, hoe lang hebben jullie gedaan over de single Moordgriet? Hoe lang hebben we over de single Moordgriet gedaan? Ja, wat bedoel je precies? De clip schieten? Of het uitbrengen ervan? Het hele proces ervan? Gewoon alles. Gewoon alles. Ja, daar zijn we toch wel... Wat zal het zijn? Nou, we zijn misschien 2 dagen hebben we erover gedaan om het op te nemen in de studio. En we hebben er 1 hele dag over gedaan om de clip te schieten, dus eigenlijk 3 dagen in totaal. Ja, maar 3 dagen, choreografie ook nog? Ja, maar de track is voor ons geschreven, dus we hadden niet zo heel veel tijd aan het schrijven. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Even deze erbij. Welke mic gaan we nemen? Deze? Nee, deze. Oh. Die is wat duidelijk. Oké, nou. we hebben auditie gedaan. Via zijn we bij MTV Networks gekomen om auditie te doen. En toen zijn we eigenlijk de 3 geworden die zijn uitgekozen voor Circus Circus. Maar waarom is er dan maar 1 meisje en 2 jongen? Had jij liever gewoon meer meisjes gehad of zo erin? Nee, oh, nou, Sigourney heeft zoveel talent, die kan dat helemaal goed af, joh. Dat komt helemaal goed. Hebben jullie nooit ruzie over iets? Nee, maar nee. Of wij ruzie hebben? Heel vaak. Nee, heel grapje. Nee, het valt best wel mee. We komen best wel goed overweg met elkaar. En we vinden elkaar heel erg aardig. Zeg mijn vrienden gewoon. Yes, sir. Dus ruzie, dat hebben we niet echt. Is dat je vraag mee beantwoord? Ja, dat is een meningsverschil, ja? Of zo, maar dat is normaal. Ja, meningsverschil, altijd. Verzinnen jullie zelf de dansjes of doet iemand anders dat? Nou, we hebben wel een vaste choreograaf op het moment, Shaker. En hij leert ons zeg maar de danspasjes, maar wij 2 dansen al heel lang. Dus hij doet het wel een beetje in samenwerking met ons. Als wij iets leukers vinden of als we iets niet helemaal voelen, dan mogen we dat wel gewoon veranderen. Okay. Kennen jullie al toen, voordat jullie begonnen met zingen? Nou, ik kon Sigourney wel van televisie. Ik ook, ja. Bij So You Think You Can Dance. Maar we konden elkaar nog niet persoonlijk. En eigenlijk na de audities hebben we elkaar pas leren kennen. Dus we hebben alle 3 auditie gedaan en zo zijn we eigenlijk bij elkaar terechtgekomen. Maar het klikte heel goed, gelijk. Dus. Hebben jullie allemaal een liefde in jullie leven? Nou, Sigourney. Nee, ik heb op het moment niet. Ik ben single. En jij, Niels? Weet je? Ik sla deze gewoon stiekem over. Nee. Ik heb geen vriendin op het moment, nee. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen liefde in mijn leven heb. Nou, ik heb wel een heel leuk meisje ontmoet. We zijn nog niet echt met elkaar, maar ik vind het wel leuk. Zijn jullie allemaal 17? Want... Nee. Nee, hoe oud zijn jullie dan? Nou, ik ben 22. Ik ben ook 22. En ik ben ook, 19. Hij is 19.